Burgemeester Arie van Erk heeft zojuist het startschot gegeven van de Vierdaagse in de Bollenstreek. Gaat u zelf ook nog om meelopen? Nee. Ik blijf vandaag gewoon hier bij start en finish, tenminste vanmorgen. Want we hebben het nu zo bedacht dat ik iedere groep, iedere afstand apart wegschiet, zeg maar. Dus vind ik leuk. En ja, weet je, het is ook een beetje voor het dorp de promotie. En weer, ik wil er zelf ook van genieten. Dus, en mijn vrouw loopt overigens wel mee. Okay. En ik hoorde zojuist van de voorzitter dat u en uw collega wethouder Jan van Rijn zich heel hard hebben gemaakt dat de start hier in Hillegom plaats moest vinden. Waarom is dat? Nou, kijk, het is een evenement voor de Duin- en Bollenstreek. En wij hadden zoiets van, ja, probeer het dan ook een beetje te verspreiden over de streek. Maar je hebt natuurlijk een begrip voor. Zo'n organisatie moet dan een keer extra opbouwen. En, dus ja, daar hebben we goed overleg over gehad. En het was hier vanuit de ondernemers en vanuit vrijwilligers heel veel enthousiasme om mee te werken. En ja, wij hadden wel zoiets van, laten we dat enthousiasme nou hier ook een beetje verder aanwakkeren. En ja, gewoon ook dat, een leuke manier om je dorp te promoten. Dus nou, vandaar dat wij gezegd hebben, jongens, kom op, laten wij nou ook. Nou, en daar hebben ze gelukkig gehoor aan gegeven. En nou ja, je hebt daardoor wel wat extra kosten, maar dat nemen we voor lief. Want wat gebeurt er allemaal in Hillegom tijdens de wandelvierdaag? Nou, er is in ieder geval in het Van Nispenpark en op de Hoofdstraat op een aantal plaatsen zijn er, is er muziek. En de horeca die heeft van alles georganiseerd, de ondernemers. Hier bij de Start en Finis is er van alles. Ja, dit is gewoon een levendig geheel. Er zijn allerlei tentjes waar je wat kunt krijgen of kopen. En worden ook, ze krijgen nog een aandenken mee. Er is van alles wat dat betreft de hele dag reuring. Genoeg te doen en te zien voor de wandelaars dus. Ja, zeker. Zeker. Nee, dus ik ben heel blij dat er zoveel deelnemers weer zijn. En, nou, ze treffen het iets beter qua weer dan vorig jaar geloof ik. Maar echte wandelaars die storen zich daar niet zo gek van aan. Maar laten we hopen dat het een mooi evenement wordt weer. Ja, top. Nou, dank u wel.